Uw specialist in het realiseren van maatwerk meubelen. Welkom bij Home by Gilelli. Ambacht in de puurste vorm. Naast complete slaapkamers, maatwerkbankstellen, meten, maken en plaatsen wij ook gordijnen, wanddecoratie, sederie en restaureren wij ook bestaande meubelen. Bel ons en maak een afspraak voor jouw showroombezoek. Wanneer wij Allah Jalla wa'ala gedenken, een van de profeten, een van de meest belangrijke profeten, ook van de mooiste profeten, is op dat moment dat Allah Jalla wa'ala aan jou denkt. Allah zegt van Koroni. Uit Korkom. Subhanallah. Gedenk mij ja. En ik zal jullie gedenken. Dus wil je dat Allah Jalla wa Ali jou gedenkt? Yani, wat moet je doen? Gedenk Allah Jalla wa Az. Gedenk hem. Dan zal hij jou ook gedenken. Je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om hulp bij het uitvoeren van de ibadah op een juiste manier. En je ziet hier, de profeet zegt, husni ibadatik. Yani, de ibadah, aanbidding, je kan het op een juiste manier doen, maar ook op een foute manier doen. Ja. Waar het hier om gaat is dat we ibadat op een juiste manier moeten doen. En een juiste ibadat op een juiste manier is een ibadat die zuiver is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Dus met toewijding, met ikhlas. En dat die ibadat ook overeenkomt met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Sakina Reizen. De reisbureau waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid samengaan. Boek nu een onvergetelijke reis naar de twee beste plekken op aarde. Wacht niet te lang en twijfel niet langer. Neem vandaag nog contact met ons op en wij regelen het van A tot Z. Ontdek Sentiment Parfum, een exclusieve Belgische parfumlabel met heerlijke geuren made in Dubai. Al onze parfums zijn op oliebasis en dit zorgt voor een langdurige geurbelevenis. Bezoek onze winkel in het centrum van Antwerpen of neem een kijkje op onze website sentimentparfum.be. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah broeder, ik ben weer bij je thuis broeder. Barakallahu voor je uitnodiging. Welkom. Dankjewel broeder. Welke dua heb je voor ons in petto broeder? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنداخ إن شاء الله تعالى ولك دعاء متشولي ديلا وات أخلك أغن أدفيسيس فان النبي صلى الله عليه وسلم دي هاي gegeven heeft عن أين فان زين متخزلاً ده اسمه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يزاي تيخ معاذ أزاي يا معاذ إني أحبك أزاي أو معاذ إك هاو فان ياو De profeet zegt dat tegen Mu'ad ibn Jabal. Naam. Subhanallah. Hij zei, ja Mu'ad, inni uhibbuk. O Mu'ad, ik hou van jou. Dat is ook de sunnah. Wanneer iemand van zijn broeder houdt, de sunnah is dan om hem daarvan op de hoogte te brengen. Ja, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gedaan bij Mu'ad. Hij zei, ik hou van jou, ja Mu'ad. En vervolgens gaf hij hem een advies. Hij zei, o zieke, ja Mu'ad. Ik geef jou een advies, ja Mu'ad. Ja. Dat advies was gericht naar Mu'ad, maar hij is natuurlijk algemeen voor heel de umma. Usika ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Dus het advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was, hazi ya Mu'ad, vergeet niet na ieder gebed of aan het einde van ieder gebed om te zeggen, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Dit is de dua. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wat betekent? O Allah, a'inni ala dhikrika, sta mij bij of help mij bij het gedenken van u. Ja. En help mij bij het danken van u. En om u op de juiste manier te aanbidden. Husni ibadatik. Ja. Dus in deze dua leert de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons om drie zaken te vragen. Als eerste, je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om jou te helpen bij het gedenken van hem. En de tweede is, je vraagt Allah jalla wa ala om jou te helpen bij het danken van hem, van Allah. Ja. En als derde, je vraagt Allah om jou te helpen bij het uitvoeren van de aanbiedingen op de juiste manier. Dat zijn de drie zaken die hier terugkomen in deze hadith. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Dus laat het niet achter of vergeet niet om na iedere gebed te zeggen. En na iedere gebed hier, de geleerden hebben hier twee meningen over. Ja. Een deel daarvan, of yani, een groep van de geleerden die zegt aan het einde van een gebed. Dus voor de salam en na de tashahud. Want in een andere hadith dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam wanneer je klaar bent met tashahud, als je ieder faraga ahadukum in het tashahud al-akhir, falyatakhayyar min al-mas'alati ma sha'. Dus wanneer iemand de laatste tashahud heeft afgerond, ja, dan mag hij kiezen
ذلك دعاء هيدوت ان ديز ايتسبراك فون ذا بروفيت ان ديز ديت ادفيس نار معاتو اس اوكن دعاء الشيخ الاسلام ابن تيميه هاي زغت ذا بلاك فون الدعاء اس فور ذا سلام دوس نا ذا تشهد ان فور ذا سلام ان ان اندر مينينج اس دوبورا كل صلاه نا هت خبت دوس نا ذا سلام زوس بافوربيلت اذكار in de hadith van adhkar, adhkar van het salat, de gedenkingen van het gebed, zijn na de salam. Dat je bijvoorbeeld 33 keer subhanallah zat en alhamdulillah, Allahu Akbar, dubora kulli salat in maktuba, betekent na de salam. Dus dit zijn de twee bekende meningen hierover. En Allahu alam wat het juiste hiervoor is. Dus als je het maar doet, voor de salam of na de salam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. وحسن عبادتك اللهم بارك التشهد الاخير ما يكون دعاء دون واتش فيو توخي كان خون بلايف دعاء دون توخي سبيسيفيك ديز دعاء دون توخ يا دس فور ذا سلام نادى التشهد ضد التحيه يا كان استان بفولو ام الدعاء تفريخته ذا بروفيت زي فليتخير من المساله ما شاء ان اسوك اوف خليفه ذا بروفيت صلى الله عليه وسلم زغت هذا اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير اسيمون فايودي كلار اس مد لاست تشهد dat hij dan toevlucht moet zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen vier zaken. Nee. Tegen adab al-qabr, en tegen adab jahannam, en fitnat al-mahya wal-mamat, en shar fitnat al-masih al-dajjal. Deze vier zaken. Want dat is een andere dua misschien wellicht voor de volgende keer. Ja, precies. طيب, de dua, of het advies, dua van Mu'adh ibn Jabal, waarin staat dat je vraagt Allah om hulp bij het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. En het gedenken van Allah Jalla wa Ala is op zich natuurlijk een aanbidding. En is een van de belangrijkste aanbiddingen ook. Yeah. En dat komt ook omdat wij Allah subhanahu wa ta'ala nodig hebben. Constant hebben we Allah Jalla wa Ala zijn hulp nodig. En vandaar dat we hem constant dienen te gedenken. En vandaar als we kijken bijvoorbeeld in de Koran, dan zien we in heel veel verzen dat Allah subhanahu wa ta'ala ons beveelt om hem niet te gedenken, maar veelvuldig te gedenken. Yeah. Zoals bijvoorbeeld, ja, ayyuhal ladhina amanu, udhkuru allaha dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila. Dus dag en nacht, of in de ochtend en in de avond. En gedenk Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig, kathira. Alladhina yadhkuruna allaha kathira. Of bijvoorbeeld, Allah zegt bijvoorbeeld, inna fi khalqi samawati wal ard. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في زين ذات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. دس الله جل وعلا زاتي بفوت إن في خلق السماوات والأرض. In the scheping of the hemel and the earth. واختلاف الليل والنهار. And ook dat de dag en de nacht elkaar omwisselen. لآيات لأولي الألباب. Daarin zit het tekenen. Dit is het tekenen voor de mensen die nadenken met verstand. Wie zijn dat? الذين يذكرون الله. Degene die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Niet alleen maar gedenken, maar ze gedenken hem staand. Qiyamen. وقعودen. Zittend. وعلى جنوبهم. Liggend. Met andere woorden, in elke situatie. Gedenken ze Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent dat ze Allah veelvuldig gedenken. In alle situaties. الذين قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات as a denken na over the schepping. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن الله جل وعلا سبورت ons juist aan om hem veelvuldig te gedenken. Allah zegt bijvoorbeeld ook in surat Al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرة وذكر الله كثيرة. Dus degene die Allah Jalla wa Ala veelvuldig gedenken. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toen er een metgezel kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei ja Rasulallah, hij zei قد كثرت علي الشرائع. De wetgevingen, de regelgevingen zijn voor mij te veel geworden. Ja, subhanallah. Veel. Hij zei vertel me iets of geef me een advies of leer mij iets waar ik aan kan vasthouden. Toen zei de profeet tegen hem, sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, la bidhikrillah. Laat jouw tong vochtig blijven door middel van de dhikrullah. Met andere woorden, constant en veelvuldig. Want daarmee blijft hij vochtig. Dus wij dienen Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig te gedenken. En daarbij hebben we de hulp van Allah jalla wa ala
nodig. Lakin alhamdulillah, het gedenken van Allah is een aanbidding wat niet zoveel moeite kost. Nee, precies. Lakin het tawfiq min Allah. En het succes ligt bij Allah, Jalla wa Ala. Het is een beweging van de tong. En meer niet. En je hebt er ook geen voorwaarden voor nodig. Je hebt geen wudu voor nodig. Niet richting qibla. Zoals, zoals we gezegd hebben bij de vorige zitting over het dua. En wanneer wij Allah Jalla wa Ala gedenken, een van de profeten en een van de meest belangrijke profeten, ook van de mooiste profeten, is op dat moment dat Allah Jalla wa Ala aan jou denkt. Allah zegt, fadkuruni adkurkum. Subhanallah. Gedenk mij en ik zal jullie gedenken. Dus wil je dat Allah Jalla wa Ala jou gedenkt? Yani, wat moet je doen? Gedenk Allah Jalla wa Ala. Gedenk hem. Dan zal hij jou ook gedenken. De profeet zegt in een hadith waarin Allah zegt, hadith Qudsi, men dhakarani fi nafsi, ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. Degene die mij gedenkt in zichzelf, hem zal ik ook gedenken in mijzelf. Degene die mij gedenkt in het openbaar, في ملأ, diegene zal ik ook gedenken in een gezelschap in het openbaar die beter is, yani bij de malaika. Hij zal hem gedenken bij de engelen die bij hem zijn. Dat is natuurlijk een grote profijt van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Het reciteren van de Koran is natuurlijk ook is de beste manier om Allah Jalla wa Ala te gedenken. Ja. Want dan gedenk je hem door zijn eigen, door zijn woorden. Ja, ja. Door zijn woorden te reciteren. Wala dhikrullahi akbar. Dat is de grootste vorm van het dhikr. Dus je zegt van Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik. En ook het danken van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ja. Ook daarbij hebben we hulp nodig van Allah. Wij hebben alles te danken aan Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn gunsten, zijn constant en zijn voortdurend en onbegrensd. En zijn niet op te sommen en op te tellen. Wat resteert er nog? Dank aan Allah Jalla wa Azza. Ja, ja. Door deze gunsten te erkennen dat ze afkomstig zijn van Allah. Want het gedenken van de gunsten, ja, dit betekent, of het danken van de gunsten betekent dat je ze dankt met het hart en met de tong. En ook met de ledematen. Ja, zoals Ibn al-Qayyim zegt, dat dit zijn drie gradaties van een shukr, van het danken van de gunsten van Allah. Met het hart, door deze toe te schrijven aan Allah en aan niemand anders. Mm-hmm. En door de tong, door Allah Jalla wa Ala te prijzen en te loven en deze gunsten ook op te noemen. Fa'amma bini'amati rabbika, fa'haddith. Zonder hoogmoed. En met de ledematen is door deze gunsten, door deze gunsten die wij gekregen hebben van Allah, om daarmee Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaam te zijn. En om die te besteden of om die te gebruiken in aanbiedingen. En niet bijvoorbeeld dat wij, dat Allah Jalla wa Ala begunstigt ons met een tong. Ja. En dat we daarmee in plaats van dat we daarmee Allah subhanahu wa ta'ala gaan gedenken en de Koran reciteren en advies geven en goede daden, gaan we daarmee roddelen of gaan we daarmee lasteren of gaan we daarmee liegen of gaan we daarmee zingen, wat niet toegestaan is, of bijvoorbeeld spotten of beledigen of kleineren. Dat is een teken en een vorm van ondankbaarheid voor de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah heeft je begunstigd met bijvoorbeeld met geld, met bezittingen, met rijkdommen. Geef dan een zakah, geef een sadaqa, gebruik dat goed. Onderhoud je kinderen, je vrouw, je ouders. Precies. Doe dat op een juiste manier. En niet dat je het gaat verspillen of dat je daarmee gaat showen of pronken. Of dat je het gaat gebruiken om anderen te onderdrukken misschien. Of om dingen die Allah subhanahu wa ta'ala verboden heeft. En ga zo maar verder. Ja, ja. Iemand, Allah Jalla wa Ala, heeft iemand schoonheid gegeven bijvoorbeeld. Dan ga je er niet mee zondigen, ga er niet mee. Maar wees Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar en bedek jezelf als het gaat om de zusters. En dat kun je zeggen over eigenlijk alle gunsten. Dankbaarheid betekent gehoorzaamheid. Ja, ja. Vandaar zegt Allah, nadat Allah in de Koran zegt, i'amalu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur. En werkelijke dankbaarheid is shukr is ibada, is aanbidding, is al-amal. I'amalu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur. Allah zegt, weinig van mijn dienaren zijn werkelijk dankbaar. Ja. De echte vorm van dankbaarheid. Wat betreft met de tong, wat ook een onderdeel is, ja, dat kan iedereen heel makkelijk eigenlijk. Alhamdulillah. Alhamdulillah is ook een dhikr, is ook aanbidding, is ook een vorm van dankbaarheid. Maar als iemand zegt alhamdulillah met zijn woorden en zijn daden, zijn ondankbaarheid en zijn ongehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala,
dan heeft hij niet, is hij niet dankbaar tegenover Allah Jalla wa'az. Je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om hulp bij het uitvoeren van de ibadah op een juiste manier. En je ziet hier, de profeet zegt, husni ibadatik. En de ibadah, aanbidding, je kan het op een juiste manier doen, maar ook op een foute manier doen. Ja. Waar het hier om gaat is dat we ibadat op een juiste manier moeten doen. En een juiste ibadah op een juiste manier is een ibadah die zuiver is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Dus met toewijding, met ikhlas. En dat die ibadah ook overeenkomt met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is een goede daad, dat is een amal, salih. Ja, subhanallah. Dus maar je moet ikhlas hebben en volgens moet je bij de rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ja. Oké, Allahumma barak, ja. Dat zeg maar precies voor die husna ibadat. Dat zijn de twee voorwaarden voor een correcte aanbidding. Voor Allah subhanahu wa ta'ala zuiver. Ja. En volgens de methode en de manier van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want hij is het voorbeeld dat gestuurd is naar ons. Ja, Allahumma barak, broeder. Jazakallahu khair, Abdul Ghaffour. En ja, we richten inshallah tot de volgende aflevering. Zodat we weer een andere dua kunnen bespreken, inshallah. Inshallah. Barakallahu khair, jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.